Zo, even live vanaf de Kerven kamperenfiets. Fietsen wij de camping af, of fiets ik de camping af. Ik fiets even naar de bakken toe, in het dorp. Tot op heden hebben de jongens dat altijd gedaan, maar die liggen nog heerlijk te pitten. En de bakker is om 7:15 open. Nou, dat is het net aan geweest, dus ik weet niet wat we vandaag in de planning allemaal hebben. Gisteren was het zondag, roertaak. Het was gisteren echt een rustige dag. We hebben niet veel gedaan, ook niet heel veel gefilmd. We gaan het zien wat de dag ons brengt. En wat wij gaan doen. En wat de jongens willen. Want dat is altijd maar de vraag. Die willen het liefst op de camping blijven. Dus ze vermaken zich op het best. Dat doen ze. Met vriendjes en vriendinnetjes. Dus ja. Goedemorgen. Dus waarom zouden we dan weggaan? Maar we gaan zien wat de dag ons brengt. Dus. Zo, achter mij de bakker en de supermarkt. Ik kan uiteraard wat slecht gaan filmen, want daar zijn natuurlijk heel veel mensen binnen. Maar goed, de broodjes zijn binnen. Ik fiets weer terug naar de camping. Ik ben nog even bij de supermarkt binnen geweest, want de koffie was op. Dus ik heb een kartonnetje met koffie meegenomen en een bakje filet americain voor zometeen op brood. Lekker. Nou, zien jullie weer op de camping. Nou, dat is de schrale troost. Wat broodjes, koffie en filet americain. En als je fietst, is het wel warm. Nou, het was hier ook wel warm. Maar nou, goed, ik fiets natuurlijk niet in turbo, maar in eco. Dus ik moet zelf nog wel iets doen. Ik denk dat ik mijn trui zo uitdoe. Oké. Okay. Heerlijk. Starbucks. Broodje maanzaad met filet americain. Erg lekker. Nou. Echt, het is toch, dit is nou echt genieten. Ja, ik zeg het wel vaak. Ja, dat is het. Maar ik geniet ook zo van het leven. Ik vind kamperen gewoon echt heerlijk. Is het ook. Je doet het te weinig. Echt waar. Is echt zo. Ja. Eigenlijk kan je beter de kerk er gewoon aan zijn werk neerzetten. Dat is grapje natuurlijk. Nou, de een bij de ander in de tent, dat kan ook niet goed gaan. Nee, er al teringzooi dit. Is het een teringzooi, Daan? Huh? Daan, is het een teringzooi? Ja, je liggen daar folie op alles. Oké. Okay. Niels had iets gekocht voor zijn vriendinnetje en nou moest er eigenlijk nog wel een cadeaupapiertje om. Dus, en hij zegt, mam, ik weet toch niet hoe ik dat moet doen. Hij zegt, zal ik iets haken? Ja, als je dat wil. Nou, het kan hier prima in. Het is een heel klein cadeautje. Dus een klein plunjezakje heb ik even gehaakt. Strikje erin. Nou, leuk toch? Hartstikke leuk. Nou ja, dan moet de chef zelf het nog leuk vinden, hè. Dus hij zegt hij ook wel, nou, dat hoeft niet zo. Ja, nou. Doen we dan weer wat anders. Ja, waarom? Ik ga mijn trui even uitdoen. Ja, die kan wel uit. En dan ga ik even een appel pakken. Ja. Oh, dat eet ik wel eens mee. Ja, leuk appel. Ik dacht dat je naar de wc moest. Ja, dat moest ik ook, maar... Hij is alweer opgetrokken. Ik ben sterren in opholen. Ja, dat klopt. Het wordt dus. Ook in één keer warm, hè? Ja. Zo is het niks en zo... Is het warm. De trui kan wel uit. Nou, we moeten nog even naar boodschappen doen. Ja. Maar Niels een cadeautje komt als het goed is zo binnen. Bij de Carlos. Even kijken, dus is die al wel bezorgd. Oké. Ja. Zelf blind. Ik kreeg net al bericht, de postbezorger was eerder. De bezorger van welke krant heeft u ook alweer? Nou, wederom op de vlogfiets. Helene met een heel toeristisch capje op. Het is toch vreselijk. Ja, maar ja, je hebt er wel gemaakt van. Ja, dat klopt. De zon schijnt niet zo in je ogen. Nee, precies. Incognito ben ik nu. Ja. En dan zeggen ze wel, dat is een echte toerist. Ja. Friesland petje op. Oh, Niels' pakketje was trouwens bezorgd. Oh, dat kan. Nou, die kun je straks wel meenemen. Ja, ik hoop dat er dan een doos omheen zit. Dat weet ik ook niet. Stel je voor dat iemand denkt, oh, dat is een...
Dat is een leuk bouwpakket. Dat zat toch wel niet. Ik neem aan dat er een camera binnen hangt ook. Dat kan. Nou ja, we zullen zien. Ja. Ik ga ervan uit dat er wat om zit. Anders zou die doos ook nooit terug kunnen. Wie dan? Volgens mij kon je met een knooppuntroute naar Hinderlopen toe. Volgens mij heb je daar om de hoek zo'n bordje. Ja, maar volgens mij moeten we Koudum in fietsen. Dat hebben we wel eens eerder gedaan, ja. Hè? Achter de andere kant van Koudum langs? Nee, dat was naar Workum toe. Ja, maar ga je naar Hinderlopen? Ja? Ja. Nou, we volgen gewoon wat. Och, hier heb ik zo'n hekel aan. Wat dan, knoop? Een paard. Ik vind dat zo eng. Ah, gewoon 1 pk. Serieus. Ik ben altijd bang dat ze hol slaan. 1 pk. Nou, die doen verder niks, maar ik moet schakelen. Zo. Dat viel mee. Dit was een heinig paadje. Ja. Begin zie je Hinderlopen al liggen. Ja, voor ons daar Hinderlopen hield. En één ding is zeker, ze hebben daar de lekkerste ravigotsaus. Oké. En nou zul je zien, nou zit hij dicht. Ja, dat zou maar zo kunnen. Ja, nou. Moet dan maar ergens gaan zitten. Ja. Nou, wij parkeren de fiets even. De mijne moet nog even op slot, daar moet de sleutel nog even uit. En ik ga mijn hoed even opzetten. In plaats van de pet. Kijk, ik ga mijn pet even opzetten. Ja. Ja. Denken ze wel. Nou. Zo, de hoed op. Iets meer schaduw van. Waar heb ik al? Oh, jij hebt diepe broekzakken deze keer. Nou, de vis en chips. Nou, ik had ook wel gebakken kunnen nemen. Ja, dat heb je niet gedaan. Nee, dat klopt. Nou. Afgepunt. Dat kan nog, je mag wel een stukje mee. Ja. Dan mag je. Nou, eet ze. Eet ze maar. Nou, smaakt het jou een beetje? Heerlijk. Een lekker visje. Ja. Nou, alleen houten vorkjes, dus blijven raar. Ja, ze voelt gek in je mond, vind ik. Nou. Dat hoort. Ja, ik heb alles weer naar binnen gewerkt. Kijk maar. Het is weer op. Dat is mij wel toevertrouwd, hè? Ja. Ja, vanavond nog een barbecue. Och, och, och. Mag de weegschaal wel weggooien als ik thuis kom. Mag gewoon niet op gaan staan. Zo, nou even traditiegetrouw bij de bank kijken daar, hè. Mm-hmm. Even een slokje wegtikken. Kon nog een prachtig jacht binnenvaren. Oba, ijstee, ja. Vind je lekker. Nou, samen in het beklaagde bankje. Je ziet, het waait er heerlijk doorheen. Het waait er doorheen, ja. En dit is het uitzicht. Dus op de havenmond van de Hielperhaven. Yes, laat maar lopen.
Ik denk dat we zo in Kroden maar gelijk langs de supermarkt gaan. De fiets? Ja, daar zijn we toch al. En nu met die bloedhit ook nog een balk in gaan. Oh. Of moesten we nog meer? Ik weet niet, ik wou hier nog wel even op de dijk kijken. Dat wou ik. Dat is heerlijk hier, hè? Heerlijk. Hij is zo meer op de achtergrond. Ik denk dat het niet lang duurt voordat ik op de camping in het water lig. Ik heb mijn bloed heet. Haha, zou je denken? Ja, ik weet het wel zeker. Ik vind het helemaal nog niet zo snik heet. Zo warm. Ja? Ja. Nou, dan hadden we weer een blik. Über das Meer. Zo, wij zijn het randje weer compleet. Voor ons ligt de Kuilaat weer. Ja, dachten we slim te zijn om gelijk langs de supermarkt te gaan, hebben ze verdorie geen speklap. Eigenlijk hadden ze helemaal geen barbecue vlees. Ja, lag wel vlees, maar niet voor de barbecue, zeg maar. Dus, nou ja, de terugweg hebben we verder niet gefilmd. We zijn ook dezelfde weg teruggefietst. Er stond de beste wind. Dus, we hebben de rug nu aan het. Ja. Nou, it get on. Zoals de Friezen zeggen. Dat gaat zo hoor, zo zwemt. Ja? Wat doe je er ook in? Daar kom ik toch nooit op? Tuurlijk wel. En dan? Nou, dan ga je eerst zitten. Ja. Oké. Okay. Het is de eerste keer van mijn leven dat ik op een schip zit. Ja? Nou, en wil je de andere peddel eraan of wil je met één? Ja, oké. Okay. En dan? Ja, dan kun je shoppen. Dat kan toch niet. Ik denk dat ik zwemmend weer kom. Brik hoor! Ja, en dan rechtop gaan staan. In één keer rechtop gaan staan. In één keer rechtop gaan staan. Nu wel. Oh, wat een nou, balansen. Even weg bewaren. Deze gaat veel beter dan onze vorige stuk. Mijn benen zijn uit elkaar. Ja. Ik denk dat ik daar al aan toe ben. Jawel. Nou, heel voorzichtig gaan suppen. Nou, komt de schoon. Al ligt de zon. Maar niet te binnen van de kant op, want als je op de kant valt. Brit! Ik ben zo! Hé Brit! Daar kun je niet vliegen! Ja. Maar misschien moet je de peddel even anders vastpakken. Eén hand aan de hand vast. Ja, andersom de peddel, zo ja. Kijk, wil er even. Ja, nee, andersom. Zo ja. En dat ze op dezelfde manier vasthouden in leen, dus niet wisselen van hand. Ja. Of andersom, wat je maar prettig vindt. Hé hey, Joris, je moet zo terugkomen naar de kerk. Zo! Nou, dat is ook zo hoor. Superway. Oh nice. Nou, hoe is je eerste sub experience? Nou, ik kon slecht hoor. Voordat ik eraf val. Nou, maar valt me niks niet tegen, toch? Nee, dit is een mooie brede. Ahoy!
Well, once was a ship that put to sea, the name of the ship was the Willie O.T. Wat is er? Druk je vader eens af. Hé? Druk je broek eens op. Ja. Dat gaat niet. Ja, je kan wel... Wat zeggen? Er kan wel komkommer in. Zal ik de box zo doen? Nog ook nakrik hierin. Fluff. Bluff. Doe schat! Ja, Greenpeace is al gebeld hoor. Ja? Ik zeg Greenpeace is al gebeld. Put him back, it's a wheel. Maar val nou eens even in dan. Huh? Val er nou eens even in. Dat vind ik leuk. Ik denk dat na een fles Nobeltje wel beter gaat. Ja, dat denk ik ook. Dan ben je niet zo bang meer. Pompie pomp. Soja fussi, ja. Nou, wij hebben het water getrotseerd vanmiddag. Dat is heerlijk water. Ik wil er eigenlijk geen koffie van hem, maar goed. Ik vind ook wel als je ruikt. Ja, nou ja, kleinigheid hou je. En inmiddels staat de Weber lekker warm te snorren. Het is prachtig mooi weer nog. Even een schaduwdoekje aan de parasol. Ja, dat kan. Word je van vakantie vieren, daar word je moe van. Dus ik zal hem even zo hoger doen, zo, anders dan, is het allemaal aanstootgevend. Als ik zo in mijn blote rebulli zit. Dus je moet hem wel zo doen, zo. Zie je alleen mijn hoofd. Ja. Als je nu zijn vlees pakt. Moet er nog pindasaus komen? Dat is wel lekker, hè? Zoeken doe de wiewa, tappen daar doe die. Dus kortom, ik eten wat. Als hij het vlees pakt. Ja, dat weten we. Lekker, lekker. Nou. En roken zometeen. Lekker. Ik rook even, weet je. Ja. Mama dan. Nee. Heeft dat daar? Heerlijk. Ik sta gewoon in de schaduw. Ik zal het even zo doen. Nou, daar lust je er nog wel een van. Nou, daar heb ik nog een stuk speklap. Hier zit nog een hamburger. Dat is heel belangrijk. Wat wil mama er nog op hebben dan? Er is nog een heel belangrijk ingrediënt. Nou. Dat vind ik dan wel. Nee, zet je boter even verder op. Ja, dan moest ik een hele doos meenemen. Nou, dat papa vond hij niet zo lekker bij de winkel, dus. Ik zeg, dan neem ik ze lekker niet mee. Er is genoeg keus. En dan had ik knakpas mee willen nemen, maar dat ben ik vergeten. Net zoals een slaatje. Dat heb ik ook niet mee. Oh, dat is echt lekker. Ik haal er nog één op. Je moet dat voelen, maar neem een blote baas. Ja. En dat ik aan het eten ben. Mm-hmm. En mijn tweede tartaartje. Moet ik een zout en peper op. Beetje. Is echt heerlijk. Het is mager, hè? Brood mager dit. Ja. Ik zeg, het is mager als je de ene eet, denk ik. Nee hoor. Onbeperkt? Nee. Zo mager. Net zo mager als ik. Het is heerlijk. Ja, net zo mager als jij inderdaad. Echt. Lekker dan. En de hele vacht. Komt-ie. Ja. Wat zeg je nou? Zeg nou, je hebt een hele vacht. Het is een beetje lief, ja.
Nou, die kan gewoon verder. Kijk hoeveel ik gesukt heb vanmiddag. Ik heb er honger van gekregen. Nou, ga ik afruimen? Vanaf de garling. Oh, die had je nog al. Ah. Wat zou die nou dan? Speklaar. Oh, oké. Okay. Nou, dan mag ik nog even. Oh, je doet maar op. Ik heb mijn bot nog maar een lastig af. Nou, het is een zinderende zomeravond. Het is nu nog af, denk ik, even kijken. 8:30 nou, dus het is heerlijk warm weer. Het zit ook allemaal in het water. Niels ook nog. Nou, Niels een bom. Ze jagen de dames op hol. Niels, niet doen. Ik doe niks. Nou, bommetje Niels. Hé? Bom. Kortom, een heerlijke avond. Niels die gaat met Levi aan de haal. Voorzichtig jongens. Kortom, in en al gezelligheid op de camping. Zo, zitten we dan. In de zinderende hitte van Friesland. Nou, het is echt wel heet hoor. We werden buiten opgevreten, werkelijk. Door de morgen, ja. Helene heeft wel een dikke trui aan, maar dat is eigenlijk niet nodig. Nou, dat is vanwege de airco. Het is hier heerlijk binnen. We zijn maar even binnen gaan zitten dus. En dat kunnen we ook lekker. Waarom? Buiten konden we niet meer zitten en ik zeg, ach, ik vind het ook wel even lekker om een avondje in de caravan te zitten. Ja. Lekker een keer wat zachts aan de kont. Dan gaan we dus maar eens een avondje hier zitten. Ja. Nou, dat was weer een dagje, hè? Yes. Heerlijk warm dagje. We hebben zelfs gesupt vandaag. Eerst alleen, daarna ik en met z'n tweeën hebben we zelfs nog gesupt. Ja. Weet alleen niet hoe de beelden zijn geworden, maar dat gaan jullie als goed is hebben jullie dat al gezien. Dus wij weten ik hoop eigenlijk wel. Ja, volgens mij is het net uit beeld dat je eraf vliegt. Oké. Volgens mij kun je het net niet zien. Nee. Maar we zien het wel. En als we het zien, dan gaat hij er natuurlijk in. Ja, daarom. Dus, ja, jongens zijn nog mooi aan het spoken over de camping. Niels zijn vriendinnetje die komt morgen. Dus die is helemaal gelukkig. Ja. Ja, we hadden een paar dagen geleden hadden we gezegd van het zou leuk zijn als we thuis komen in die trant. En we hebben 1000 volgers. Maar het is al bijna zover. Het is al bijna zover. Nog 3 stuks, dus ik weet niet wanneer. Ik denk als jullie deze vlog zien dat we die 3 stuks dan nog wel gehaald hebben. Ben ik bang voor. Dus ja, waarvoor hartelijk dank. Dat hadden wij echt super nooit tof. Durven dromen. Echt niet. Echt super tof. Echt niet. Toen we begonnen met filmen, denk ik, nou ja, daar kijkt 3 man en een paardenkop na. Maar inmiddels al. Ja, al 1000 abonnees en ik denk dat er wel meer mensen kijken, maar dat weten we niet. Dus soms worden we ook aangesproken op de camping. Hey, we kennen jullie en leuke video's. Dus nou, dat is ook leuk om mee te maken. Mm-hmm. Dat mensen je aanspreken. Dus ja, en wij doen eigenlijk maar, ja, zoals vaker gezegd, maar gewoon een beetje ons ding. Ja, en dat filmen we dan. Niet meer, niet minder. Nou ja, en dat zien jullie dan dus. Ja, ook niet alles, want we vergeten ze ook heel vaak. Ja, we vergeten het toch nog wel eens, dus denk, oh nou ja. Hè? Maar we zijn er wel zover als we weggaan, camera mee en de drone mee en dat soort dingen. Dus dat wordt al minder vergeten dan eerst dus. Nou ja, nogmaals, we willen jullie bedanken voor het kijken. Geef een duimpje op deze video als je het leuk vond. Een reactie is leuk. Ja, en zet het belletje aan, dan mis je ook geen enkele video van ons, van Caravan Kamperen. Dus nou, ik zou zeggen waarvoor dank en tot de volgende video. Doei doei!